Thank you.
Benny van Noord, vanmiddag 3-3. Cruciaal moment, een van de vele, vlak na de 3-1 van ons, gelijk de tegengoal weer van Kozakken Boys. Een penalty, beschrijf wat het moment is. Ja, die bal die wordt gecrossed en die bal valt over me heen. Ik denk, nou, als ik spring, dan heb ik hem sowieso niet. Dus ik loop mee met die bal en hij wil hem langs me tikken en hij komt eerst tegen mijn lichaam aan. Ja, en mijn armen die kan ik niet afhakken, dus die bal die komt lichtjes tegen mijn bovenarm aan de binnenkant. En daarna kan ik, ook al had mijn arm die bal niet geraakt, dan had ik hem ook weg kunnen halen. Maar scheids vond het voldoende voor een pingel. Alleen, ja, hè? De regel is als de arm naar de bal gaat en dan zie je dan, daarna bij hun dat die man zijn arm omhoog doet richting de bal en dat ze hem geen pingel geven. Dan vind ik het discutabel dat die man aan hun wel een penalty geeft en aan ons niet. Wie kan dan uiteindelijk het meest gelukkig zijn met de 3-3? Toch wel Kozakken Boys? Nou, Kozakken Boys mag heel blij zijn met met dit puntje. Want ze hebben hier heel weinig verdiend. En wij waren de bovenliggende partij. En we maken gewoon terecht 3-1. En, zij hebben gewoon de scheids zeer op de hand gehad, deze wedstrijd. Alle twijfelgevalletjes waren voor hun. Zelfs duelletjes waar jongens gewoon hun lichaam zetten en gewoon de bal pakken, waren voor hun. En dan geeft hij op het einde een paar goedmaakjes bij ons achterin. En dan denk je echt zo van, ja goed. We voetballen hier niet alleen tegen Kozakken Boys, maar ook tegen de scheidsrechter. En dit zijn uitspraken die ik normaal gesproken niet zo snel doe. Maar het viel wel heel erg op vandaag. Dan volgende week eigenlijk de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop. Opnieuw tegen Lisse, dus we hebben ze allemaal inmiddels gehad. De tegenstander, we staan bovenaan. Dus we kunnen de balans opmaken. Het gaat uitstekend tot nu toe. Ja, nou ja, goed. Aan het begin van het seizoen denk ik dat niemand dit verwacht had van ons. En nu zijn de verwachtingen hoog gespannen, maar dat is leuk. En we hebben een leuk team en we doen het goed. En we gaan lekker verder. En we moeten in de winter stoppen. Maakt niet uit of je bovenaan staat. Het gaat om aan het einde, hè, in mei. En daar gaan we met z'n allen voor knokken. En dan gaan we het maximale proberen uit te halen voor onszelf. En zorgen dat iedereen fit blijft. Want dan kunnen we nog veel punten gaan pakken. Oké, dankjewel. Die uitslag naar een 3-1 voorsprong. Misschien zonde, maar ook wel een uitslag waar we mee kunnen leven, denk ik. Of niet? Nou, ik zei net al tegen je collega's dat ik denk dat het publiek is de grote winnaar vandaag geworden. Het was zoals wij dat noemen, een heroïsche strijd vandaag. Met heel veel mooie goals, veel strijd op een heel moeilijk bespeelbaar veld. Is het uiteindelijk 3-3 geworden. Maar als je met 3-1 voor staat zoals wij, sta ik hier toch enerzijds best wel trots op de jongens. Maar anderzijds ook wel iets wat teleurgesteld, omdat we toch verzuimd hebben om de wedstrijd te winnen. Want je bent het kwetsbaarste wanneer je net zelf gescoord hebt. Dat bleek vanmiddag ook alweer. Het blijft toch lastig dan blijkbaar om de concentratie vast te houden. Ja, het is wel opvallend dat naar de 3-1 voorsprong meteen ook het 3-2 werd. Het moment dat de bal op de hand van Benny van Noord komt, besluit de scheidsrechter de penalty geven. Dat is natuurlijk hands en penalty. Maar wat ik wel heel erg jammer vind, op 3-2 voor met een vrije trap voor de Vogels. Met heel veel mensen voor de bal. De restorganisatie niet goed. En dat zijn wel goals die niet nodig zijn. En daar balen we wel allemaal van. Nu bij een 3-2 voorsprong krijgt de keeper van Kozakken Boys, zij zelfs na de tijd, de zuivere handsbal in de 16 van Kozakken Boys. Hoe groot is dan de stempel die de arbiter op de wedstrijd heeft gedrukt vanmiddag? Ach, weet je, scheidsrechters, net zoals trainers en voetballers, maken wel eens fouten. En de scheidsrechter was mede verantwoordelijk voor een mooie wedstrijd. Hij heeft het niet gezien, anders geeft hij hem wel. Dus ja, ik vond deze scheidsrechter bijvoorbeeld veel beter dan vorige week die scheidsrechter. Want daar had ik weer heel veel moeite mee. Maar goed, weet je, soms is dat in je voordeel, soms is je nadeel. En in de tweede helft van de competitie zou ons dat ook wel eens een keer een voordeel kunnen opleveren. Tot nu toe zijn we daar niet gelukkig mee geweest. Het is vaak dat wij toch met discutabele beslissingen vaak niet de scheids mee hebben. Maar misschien in de tweede helft van de competitie wordt dat dan wel weer rechtgetrokken, denk ik. Okay, tot slot, we hebben nu alle tegenstanders officieel gehad. We staan bovenaan, dus geen reden tot klagen lijkt mij. Nee, ik denk dat we kunnen vaststellen dat we bij de Vogels met z'n allen goed bezig zijn. Net zoals trouwens de tegenstander, Kozakken Boys. Die ploeg verdient natuurlijk ook een groot compliment. Maar wij zijn met een nieuw team begonnen. En je ziet dat de ontwikkeling van het team goed is. Dat we steeds in fases beter gaan voetballen, ook vandaag. En we hebben iedereen nu gehad. En nu staan wij bovenaan. En nu is het zaak dat als we straks de tweede helft van de competitie iedereen gehad hebben,
dat we dan opnieuw bovenaan staan. Want dat zou het mooiste zijn. Absoluut. Dankjewel. Graag gedaan.